Welkom bij de GeoVlog. Het thema van vandaag is buitenschoolse activiteiten. En wat zijn dat? Dat is verspreid overal, heel veel activiteiten zoals een werkweek, wintersport. De leerlingen hebben ook zelf foto's gemaakt of videoopnames gemaakt en ook die zullen we laten zien. Zullen we kijken? Ja, ik heb vandaag naar mbo-school gekeken, dus echt meer een leuke richting gekeken, meer informatie gekregen. Dus ik heb dat gekregen. Het ruikt lekker hier. Dit is de smakgroep in het clubhuis voor doven. Leerlingen komen regelmatig om de beurt met een groep hier en dan koken ze. En straks is het voor 25 mensen. Dus dan gaan we even kijken. Dat is toch een mango? Hoe doe ik dit? Gewoon zo gesneden. Kijk, dit is een sportdag georganiseerd door de examenklas. En we moeten hem ook organiseren om mee te mogen doen met het examen. Want als het goed is en we hebben een goed cijfer, dan mogen we meedoen met het examen. En als we het niet goed hebben, dan mogen we niet meedoen met het examen. Maar het gaat heel goed. Film maar en kijk maar eens rond. Hier zijn we bij NL Doet. Kijk, oudere doven. En de leerlingen van het VSO, die komen hier om activiteiten te organiseren. Net als bij bejaardenhuizen voor horenden, doen we dat hier ook. Kijk maar, en het is echt heel mooi. Kijk, je mag je kaart laten zien en de eerste die zijn kaart neerlegt, die mag alles houden. We zijn hier in het gemeentehuis van Haren. En wat gebeurt hier? Het is de dag van de lokale democratie. Er zijn 3 scholen, 2 horende scholen en GUO, waarvan de leerlingen bij elkaar gezet worden en worden gemixt. En ze leren hoe de politiek werkt, ze moeten een debat voeren en ze moeten een visiereden geven. Laten we meekijken. De dakpannen min of meer gestikkerd zijn met om zonne-energie op te wekken. Hier zijn we in het clubhuis voor doven. De leerlingen zijn hier. Die
kunnen van ervaringen leren van oud-leerlingen. Mensen die mbo studeren of op de hbo studeren. Of mensen die aan het werk zijn. En dan mogen ze vragen stellen, de leerlingen kunnen vragen. En dan kunnen ze leren, ook voor hun eigen toekomst. Ja, maar er zijn gewoon heel veel verschillende scholen. Dat is leuk. Ja, bij mijn school is alle vakken en zeg maar alle richtingen, die duren 3 jaar. Dus, en de ene is dan soms wat zwaarder. Ja, ik heb 1 vak en dat is heel... Nou, je hebt soms projecten op hbo. Hè. Op hbo heb je veel projectgroepen. En als je een projectgroep hebt, dan heb je er gewoon een tolk bij. Ik ben echt onder de indruk van het programma, met de verschillende mogelijkheden. Het hangt er natuurlijk vanaf in welk schooljaar je zit. Maar de school biedt dus de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen buiten de school. Erg mooi. Bedankt voor het kijken. Dag!